Phonics. Dikste Duizend. Right here in de Dikste Duizend avondshow. En dan kan je zeggen, het is gezelligheid hier zo naar beelden, man. Ja, sowieso, man. Sowieso. Volop, volop. Weet je hoe vaak je in de lijst staat, Brian? Wat zei je? Weet je hoe vaak je in de lijst staat, de Dikste Duizend lijst? Ja, hoeveel keer? Ik bro, weet wel dat ik er een paar keer staan. Je staat er gewoon 6 keer in, man. Oeh, oké. Ja, man. Ik ga allemaal berichten binnen. 6 keer. Hey, maar wacht eens even. We hebben een beller. Wacht voor. Ik wil helemaal met jullie praten. We hebben een beller aan de lijn. We gaan gelijk op de gezelligheid erbij houden. We hebben, als je net intuned, we hebben twee superstars in de beelden. Archie Trex en Brian MG. De boys en Matties van elkaar. Maar we hebben een grote fan van jullie muziek aan de lijn. Jaden. Goedenavond. Yo. Hallo, horen jullie mij? Wat is Jaden? Hallo, yo, Brian. Ja, yo, ik hoor niks. Brian, waarom vind je het leuk om met Archie te werken? Wacht, stel die vraag nog eens. Ja, nog een keer. Waarom vind je het leuk om met Archie te werken? Weet je wat het is? Met Archie? We hebben gewoon good vibes. We hebben gewoon good vibes en we maken gewoon leuke muziek. Dus ik denk, oh, en we lachen vaak in de studio. Okay, dus, okay. Daarom zit ik graag met Archie in de studio. Oké, ja toch? Hey, welke Jaden is dit? Hij is een luisteraar, hij is een fan, hij heeft allemaal vragen. Hij zegt, hij is de grootste fan van jullie. Jaden, wie is je vader, wie is je moeder? maar Jaden, wat is je favoriete track? Want je bent natuurlijk een grote fan van Archie Trex. Wat is je favoriete track? Ja, wat is je favoriete track van Archie Trex? Dinges, man. Dragoroy. Jij hebt die geproduceerd, toch? Van Frenna. Die is wel echt hard, man. Hé, hey, kappen, man. Ik ben klaar ermee. Maar wacht, dus, wacht even. Hallo? Die man haalt je gewoon in de war met andere producers. Ja, wat vind je ervan? Ja. Dragoro heb jij geproduceerd, toch? Van Frenna. Ik lijk wel een beetje op Spenker. Maar hij zegt hij is fan van je, Asje. Wat vind je ervan dat hij dit zegt? Ja, ik denk dat hij eerder fan van Spenker is. Maar ja, ook zo. Ik dacht echt dat jij het was, man. Asje Trek. Ja. Maar nee, het kan een foutje zijn, no problem. Maar heb je nog één vraag voor hem? Ja. Ik heb wel een vraag voor Brian MG. Oké. Ik zag dat je muziek had uitgebracht met Serrano en Distortion. Moet je niet gewoon vaker met hun werken in plaats van Archie Trek? Wil je dat? Oh, nu gaan jullie mij pranken, zeg maar. Ik versta wat jullie doen. Hallo? Ja. Maar wacht even, dus je hebt liever dat hij dus werkt met Distortion dan met Archie Trex. Maar waarom dan? Want Archie Trex... Nee, met Serrano en Distortion, ik weet het niet. Ik voel die vibe niet zo of zo, ik weet niet. Je voelt Archie Trex niet als producer? Ja, niet per se, weet je, want hij prankt me ook en zo. Hij doet een prank met Archie Trex. Ja, sorry, mama had het al door, man, merk ik. Ik had het direct door. Wie is het Archie Trex? Dit is Kulas, man. Dit is Faka Faka. Rustig. Oh, kijk eens gezegd! Kijk eens gezegd! Hij had geen idee dat hij het was, hè? Nee, ik wist niet dat hij het was, maar ik had wel door van... Ik hoor je, man. En hij zei dat hij jou ging terugpakken. Bro. Jouw trein was in jouw jockey. Jij kan nooit meer winnen van mij. Hé, maar je ziet het, die dingen gaan trending daar. Ja, 17 trending, we gaan de pijp uit. Ja, ja, serieus, ik hoor jullie, man. Ja. Wat een gezelligheid. Kulas, lekker. Ja. Krijg je ook leuke reacties op straat van die prank? Ja, iedereen vraagt me nu of ik poenie eet, man. Ja, man, broer. En wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Wat is je reactie erop? Yo, vraag me die dingen niet, hè. Hey man, thanks voor je tijd, hoor, Kulas. Ga lekker door, man. Love. Lekker. Love. Rustig. Ja, man, je hoort het. Gezelligheid in de building. Dus jullie gaan extra op elkaar letten. Archie Trex, die gaat vanaf nu met één half oog open slapen, want hij weet het brein opgeven. Hij moet. Broer, ik zeg net nog een uur geleden tegen Adai van... Als jullie mij gaan pranken, gaat het fout gaan. Ik had het gevoel gewoon, man. Ja, man. Sowieso shout-out aan jullie, man. Sowieso dood dat jullie even in de beelden waren. Jullie blijven nog even hangen, toch? We zijn er nog. Stuur gewoon de vragen door als je nog meer vragen hebt aan de guys. Nee. Ze zijn in de beelden. Lijst aan de Phonics Dikste Duizend Avondshow. Mijn naam is Fernando. En tijd voor die hele classic, toch? Wat? Dit is een G-U, man. Phonics. Dikste Duizend.